Beste inwoners, we waren lang bij de beste van de klas, maar vandaag kleurt Zuid-Leeuw helaas donkerrood. 86 besmettingen op 8500 inwoners de laatste 7 dagen. Meer dan reden genoeg om ongerust te zijn. Jullie weten wellicht allemaal of jullie hebben gehoord van de uitbraak in het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Dankzij het snelle ingrijpen, het vlugge ingrijpen van directie en personeel, met ondersteuning vanuit het agentschap zorg en de eerste lijnzone, zijn we erin geslaagd om de uitbraak van het virus daar in te dammen. Desalniettemin betekent dit een enorme last op de schouders van de personeelsleden van het woonzorgcentrum. Om hen te ontlasten en te ontzorgen is er extra personeel ingezet en wordt er nog gekeken waar er extra middelen kunnen ingezet worden om hen extra te ontlasten. En ervoor te zorgen dat de nodige zorgen aan de inwoners kunnen toegediend worden. Het blijft echter een zorgwekkende situatie en we volgen die samen met de crisiscel onder leiding van de gouverneur dag na dag en nauwgezet op. De situatie in de scholen is voorlopig, ik moet met twee woorden spreken, voorlopig onder controle. De experts zeggen ons dat alle cijfers erop wijzen dat de impact van de situatie in Sint-Truiden op Zuid-Leeuw op dit ogenblik relatief beperkt is. Neemt niet weg dat we ook hier zeer voorzichtig en nauwgezet moeten zijn. We zijn innig verweven met Sint-Truiden. Kinderen lopen school in Sint-Truiden, Truiense kinderen lopen school in Zuid-Leeuw of komen hier voetballen of volleyballen. Reden te meer om samen met de gouverneur te beslissen om alle activiteiten voor min 13-jarigen op te schorten tot aan het krokusverlof. Heel concreet, geen voetbal meer, geen volleybal meer, geen dansactiviteiten, helaas, maar het is nu eenmaal noodzakelijk. Betekent dat dat mijn kind, als die gaat dansen in Tiene, dat niet meer mag? Nee, in Tiene of in Diest gelden deze maatregelen niet. Gelden alleen in Gebets, Landen en Zuid-Leeuw, omdat wij de naaste grensgemeente zijn van Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Gingelen. U moet wel, ik zou wel twee keer nadenken in deze situatie of u uw kind zou laten gaan voetballen of dansen in Diest of Tienen, want de situatie is toch wel zorgwekkend. Buitenschoolse kinderopvang, activiteiten van de scholen mogen wel doorgaan. Dit zijn essentiële diensten die moeten blijven doorgaan. We volgen dus samen met de crisiscel van de provincie de situatie stap op stap na. Als er zich extra maatregelen opdringen, als de situatie wijzigt, zullen er ook extra maatregelen genomen worden. Dit wordt altijd eerst afgetoetst met de deskundigen en besproken met de diensten van de gouverneur en de federale overheidsdienst. Ondertussen werken wij naastig verder aan ons vaccinatiecentrum in Landen. De stad zal ervoor zorgen dat iedereen die zich wil vaccineren ook gevaccineerd zal worden. Betekent dat wij u naar Landen moeten brengen, dan zullen wij daarvoor zorgen. Er zal een centraal oproepnummer komen waar u desgevallend een oplossing zal geboden worden voor uw verplaatsing. Mensen die niet, die bedlegerig zijn, zeer slechte been en niet uit huis kunnen, zullen ook ter plaatse in huis gevaccineerd worden. In samenspraak met uw huisarts zal dat besproken worden. Ik begrijp en ik deel uw ongerustheid en uw zorgen. Wees ervan overtuigd, wees er zeker van dat alle stadsdiensten hun uiterste best zullen doen om jullie doorheen gans dit proces te begeleiden en om al het leed dat mogelijk veroorzaakt wordt door het coronavirus te verzachten. Ten slotte, of je nu van Zuid-Leeuw of Zuidkerken bent, of het nu gaat over de Britse, Zuid-Afrikaanse of misschien nog de Koreaanse variant die mogelijk opduikt, onze beste bescherming, dames en heren, is het vaccin en vooral het naleven van de 5 gouden regels. Hou afstand, draag uw mondmasker, was uw handen, ontsmet, verlucht de ruimtes. U kent ze allemaal, leef ze na. Dit is de beste garantie dat we wellicht een mooie zomer gaan beleven en zeker een mooie naherfst of nazomer, een prachtige herfst. Dank u wel.